Hallo, kijk, zo niet. Ik ben Mark en vandaag weer met Hartstikke Vlaag in Vierde. Vorige aflevering ben ik een beetje kapot gemaakt door Duitsland, dus ik ga het deze keer nog een keer proberen. Mocht het deze aflevering niet lukken, dan ga ik gewoon even kijken wat ik dan de volgende aflevering ga doen. Misschien dat ik even een ander gebiedje in de Balkan kan gaan proberen te krijgen. In de tussentijd ga ik wel alvast eventjes een fortlinie voor Duitsland maken, mocht het nodig zijn. Ik zeg niet dat het kan gaan gebeuren, maar je weet maar nooit. Nou ja, en zoals jullie al zagen, dan ga ik gewoon de National Focus op dezelfde kant weer zetten als de vorige keer. Nou ja, we gaan wel eens even zien hoe we het allemaal gaan regelen. Dan gewoon weer een beetje hetzelfde als de vorige keer. Even dit allemaal doen en dan. Oké, dezelfde terminal hebben we waarschijnlijk wel weer. Ja, dat klopt. We hebben alleen niet heel wat manpower, maar dat moet wel goed komen. Even kijken, nu we toch bezig zijn. We hebben 70% nodig. Volgens mij zaten we de vorige keer echt best wel dichtbij. Maar toen begon Duitsland alle roet weer in het eten te gooien. Dus helaas. Nou ja, deze keer gaan we het gewoon nog een keer proberen. En dan zien we vanzelf wel. Even lekker een beetje wachten, want we hebben toch nog niet zoveel te doen. Even kijken, hoe zit het met Ethiopië? Zuiden doen ze het beter dan in het noorden op het moment. Nou ja, daar is er... Laat maar, de grens is daar al... Zo hebben ze net een circlement. Gewoon net. Niet bij veel, maar een beetje. En dan zal ze dan ook wel weer Spanje eventjes oorlog gaan voeren tussen de communisten en de fascisten. Zoals altijd. Oké. Geleid door deze, want dat geeft ons meer fascisten ding, geval, iets. Even zien, wat is Italië aan het doen? Een Regia Marina. Nou ja, dus zeker Oostenrijk zijn core territory. Oké, superior firepower, dat lijkt me wel verstandig. Die gebruik ik nu de laatste tijd heel vaak. Op zich niet erg, maar... Even zien, zijn ze daarmee bezig? Nee, ze zijn nog niet eens met Ryland bezig. Nou, dat is op zich al wel positief. Dan heb ik wel wat meer tijd. En ik denk dat als ik dan genoeg heb van Oostenrijk-Hongarije, dat ik dan misschien binnenkort Tsjechoslowakije ga proberen te... Oh, wat de fuck doe ik dan weer? Maar dan ga ik dan gewoon eens proberen kijken wat er gebeurt. Zien even een military tourist. Ik weet eigenlijk niet wat voor knopje ik net indrukte, dus even kijken naar mijn opname. Oké, die draait nog wel. Oké, mooi. Die dat ze dan gelijk kapot gaat of zo. Even zien. Oh ja, dus bij de Shuffle War has happened. Zoals dat meestal gebeurt. Oké, we zijn nu 60%. Zullen we even gelijk wat anders doen? Nee. Gewoon even deze doen, want dan hebben we tenminste gelijk al alles. Oké, is Duitsland dan bezig? Nee, dat is steeds niet. Mooi. Maar ik vond het ook wel apart. Normaal beginnen ze pas heen. Eind 1938, 1939 pas met de Einsloes en nu begon ze al met 1937. Dat is van, ja, daar heb je niet zoveel tijd om iets überhaupt te kunnen opbouwen. Nou ja, nu heb ik voor de zekerheid alvast wat, kleine fortlinie, dus dat is op zich wel handig.
kunnen beter deze doen. Nu zijn we al gelijk 70%. Geeft ons wel wat minder stability, volgens mij. Maar dan zijn we tenminste veilig. Ja. Even radio doen. Toch wat meer reinforcement rate. Kunnen we gelijk selecten Option Compromise. Oké, just to be sure. Voordat Duitsland ons gaat denijen bijvoorbeeld, dat ze dat niet willen. Ga ik gewoon alvast de troepen daar alvast opzetten. Ik zie het niet gebeuren, maar... En... Hop. Zet ik jullie gewoon wel op aggressive. Oké, 35 dagen en ik denk dat Duitsland nu een beetje bezig met de run. Nog niet eens. Yes, nice. Oh, en nu begint hij pas de run te doen, nice. Oké, kunnen we weer onze divisies hier naartoe sturen. We hebben tenminste ook nog een fortlin tegen Duitsland, dus ik weet niet of we... Ja, we willen de Old Empire gaan doen. Dat was de plan. Het plan. Oké, wanneer ze dit klaar hebben, kunnen ze wel voor meer infrastructuur regelen. Ja, even zien. Er gebeurt nog niet echt veel in de wereld. Dit is weer zo'n de vage iets. Dan denk je van, wie gaat er winnen? Want ze hebben Madrid. Dus dat is in ieder geval wel heel handig om te hebben. Als ze zo doorgaat, dan gaat National Spain verliezen. Heel misschien gaat ze dat ook. Maar ze hebben gelukkig nog wel eventjes een beetje een rivier. Dus dat kan nog wel schelen om Madrid nog een beetje vast te houden. Past glories. Ja, the Old Empire. Gaan proberen om een grootmacht te worden. Dat vind ik eigenlijk best wel leuk. Dat Oostenrijk ook gewoon echt... best wel een... Ja, goede focus tree heeft. Dat zie je niet vaak, maar het is wel leuk dat sommigen dat hebben. Zoals Nederland, ja, die heeft best wel een basic focus tree. Oh, nou, basic, dit is eigenlijk nog best wel anders dan andere, maar hey. Oh ja, even wat beter aan geweren maken. Dat is ook wel even handig. Ze houden wel heel lang vol om Madrid te houden, dus dat is mooi. Leadership purchase in de Sovjet-Unie. Wat de visies hebben jullie? 30 tot 63 en jullie hebben 32 tot 66. Zit hem in de manpower. Limited. Critical population. Ik kan ook nog geen volunteers neerplempen, want ik heb niet zoveel divisies.
Maar niet dat Duitsland een beetje veel doet, maar oké. Hey. Bob. Oké, top. Slovenië. Oké, jullie gaan deze kant van de border even een beetje beschermen. En jullie deze kant. Oké, heb ik toevallig nog een commando? Nee, maar nu wel. Zoiets. Kan ik deze wel stoppen. En dan wil ik met de Portugezen verder. Zo, en nu heb ik ook gelijk support artillerie. Oh, en ik heb nog vliegtuigen. Mooi. War Industrial List. Deze. Oeh, dat kan een groot probleem veroorzaken als Joegoslavië dat niet aan ons geeft. Dan gaan we gewoon beide ten oorlog. Ach ja, we gaan het zien. Ze hadden toch dat ze is vol om Madrid te vasthouden. Dat is top. Kijk, en als we die hebben, dan kunnen we ook gelijk de Balkan Territories doen. Dus dan kunnen we misschien Bulgarije helpen. Dat zou wel heel fijn zijn. Amen. Oh ja, we hebben het. Mooi. Maar dat is niet genoeg. We zijn weer een beetje low on manpower. Want ze zijn ook in een eigen faction, dat is een beetje klote. Oh. Zo, ja. Ja, popular figure, dat is wel handig op hem. Als Bulgarije het nog ongeveer 50 dagen vol kan houden, dan kunnen we misschien nog winnen. En ja, wil ik het ook helemaal zelf doen, zonder Duitsland. Want het tactische is nu dat ze oorlog hebben met Bulgarije. Wat is betekend? Oh, please, hold on. Kan best wel een White Welsh worden voor please, nog 20 dagen. Dan kom ik op voor de rescue. Ja. We will take what we need. Zo, top. Dan gaan we lekker even er doorheen varken.
Ja, Dalmatia voor South Tyrol. Dat is al heel erg goed. Dus ik ga nu deze aflevering afsluiten. De volgende aflevering ga ik dus verder met Oostenrijk-Hongarije. Dus ik hoop dat je het leuk vond. Geef like op mijn kanaal. En dan zie ik je volgende keer weer. Later!